Met een bonkend hart sta ik hier. Staan we hier. Net als bij leren zwemmen, we springen in het diepe. Een nieuw verhaal schrijven vergt moed, lef, leiderschap. Het kan wel anders. De duurzaamheid van ons systeem heeft haar grens bereikt, is al overschreden. Toch draait de wereld door, omdat de algemene teneur al decennia lang is. Er is geen alternatief. Er is geen alternatief. Is er geen alternatief? Of worden we verondersteld dat niet te willen? Grote delen van de economie en de maatschappij blijven uit hetzelfde vaatje tappen. Omdat het bekend terrein is, omdat het normaal is. Ook al is het bekend terrein verdelend, het normaal ziekmakend. Het klassieke systeem heeft mensen doen geloven dat ze het allemaal alleen moeten doen. Niet met elkaar, niet samen, onafhankelijk. Het kan wel anders. In vruchtbare aarde, met de juiste hoeveelheid zonlicht en water, kan een zaadje snel groeien. Zo kan ook een samenleving tot bloei komen als er een ondergrond is van betrokkenheid en een besef van wederzijdse afhankelijkheid. Die ondergrond wil Restory zijn. Een plek waar mensen hun innerlijke kracht, persoonlijke eigenheid en dromen samenleggen. Een plek om thuis te komen, elkaar werkelijk te ontmoeten. Laten we een community vormen. Een gemeenschap die samen op zoek gaat, zich verwondert en ontdekt, leeft, leert, werkt, speelt. Samen kunnen wij het tij keren. De toekomst vormgeven, de toekomst als een gezamenlijke onderneming. Restory. We gaan springen. Ik wens Restory heel veel succes. Gefeliciteerd.